video voor jullie. En de laatste was alweer bijna 2 weken geleden. Mijn excuses daarvoor. Ik kreeg ook echt mailtjes van bezoekers die zeiden, maar waar blijven je video's? Dat vind ik echt super lief. In de afgelopen 2 weken had ik even gewoon andere dingen aan mijn hoofd. En het statief waar mijn camera op staat, die brak. Dus ik kon ook niet de camera op een statief zetten. Dus ik moest wel even een vervanging halen. Gedoe, gedoe. Excuus, excuus, excuus. Sorry daarvoor. Maar ik ben er weer. Afgelopen 2 dagen ben ik naar 2 events geweest. En van Easy Paris. En Easy Paris doet natuurlijk sinds kort ook Urban Decay. Ik zal even een link hieronder geven naar een artikel wat ik daarover schreef met alle specifieken. Toen dacht ik, misschien is het wel erg leuk om te laten zien wat er in die goodiebags zitten. Dus een goede, lekkere unboxing video. Binnenkort komt trouwens het opruimen van mijn nagellakstash eraan. Dat kan ik alvast zeggen. Ik begin dus ook gewoon bij de goodiebag van Urban Decay. En daarna ga ik over tot de andere producten van Easy Paris. Want daar gingen die events eigenlijk over. Nou, Urban Decay is dus, of komt dus terug naar Nederland. Hartstikke tof. En wat heb ik nou in de goodiebag gekregen? Naked 1. En daar ben ik super blij mee. Want ik heb de Naked 2. En ik heb de Naked 3. En ik heb de Naked Basics. En het enige palet wat ik eigenlijk nog miste was Naked 1. Ik had niet zoiets van, oh dat moet ik gaan halen, want je hebt immers al zoveel en dat is geen probleem. Maar ik vind het wel heel erg tof dat nu mijn collectie wel compleet is. De reden dat ik deze nooit heb gehaald, omdat ik heb gekozen voor de andere 2, is eigenlijk heel simpel. De bovenkant is namelijk van stof, een beetje suède. En ik heb het idee dat dat heel erg snel vies wordt. Maar we zullen het zien. Ik ga hem gewoon heel erg netjes bewaren in ieder geval. Misschien zelfs al gewoon in een verpakking. Maar ja, dan heb je de kans dat je hem minder goed gebruikt natuurlijk. Volgens mij gaat dit palette iets minder dan 50 euro wezen in de Easy Paris webshop. En dat is volgens mij ook gewoon vergelijkbaar met de prijzen voor de rest online. En Easy is best wel een hele fijne webshop om bij te bestellen. Natuurlijk komt er wel een winkel in Amsterdam. En daar mogen we al van geluk mee spreken. En als het goed gaat zal het vast verder in het land komen. Maar het is al fijn dat we het gewoon heel erg makkelijk bij een bekende shop online kunnen bestellen. Dan heb ik de Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray Long Lasting. En hier ben ik ook heel benieuwd naar. Die hebt 3 versies. En als het goed is zijn alleen de grotere te kopen in de webshop. En de Long Lasting, ja, dat is, je spreekt het gewoon over je gezicht. En dan zorgt het ervoor dat het heel de dag blijft zitten. Zou ik het dan ook elke dag gebruiken? Nee, want ik zou het dan ook niet helemaal nodig hebben. Ik heb ook niet een heel oily of heel vet gezicht. Dus dat is dan wel een voordeel voor mij. Maar op de dagen dat ik er gewoon heel de dag perfect uit moet zien, ik ga hem wel echt zeker testen. Ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Even kijken, had ik nog een Urban Decay Primer Potion en die van mij was op. Dus het kwam echt super gelegen. Ik gebruik dit ook niet zo heel erg vaak. Maar ik weet dat heel erg veel mensen ontzettend baat hebben bij een oogschaduw primer. Dan kan ik echt deze aanraden of die van Too Faced. En ik gebruik zelf, je hebt er een stuk of 4 of 5 verschillende. En ik gebruik inderdaad deze. De eyeshadow primer potion. De lila versie met de zilveren dop. Even kijken, dan zit er nog een, en hier ben ik helemaal benieuwd naar, de 24/7 Glide-On Eye Pencil. En deze 24/7 Glide-On Eye Pencil is in de kleur Deep End. En deze potloden blijven super goed zitten. Ik had ze geswatcht tijdens het event en het is echt fantastisch. Dus wat ik eigenlijk wil doen is gewoon het hele setje kopen. Volgens mij kost dat 40 euro en dan heb je er een stuk of 8. En dit zijn echt fantastische potloden. Dus ik ga gewoon hem heel even swatchen. Ja, fantastisch kleurtje. Ontzettend leuk misschien wel voor onder de ogen. Maar ik ben heel erg benieuwd ook naar de normale kleuren. Naar de zwarte en de bruine. Maar ik vind het heel tof dat ik het op deze manier alvast een beetje uit kan proberen. Want dat is het enige product waar ik eigenlijk nog niet helemaal bekend mee ben. En dan hebben we de Urban Decay Perversion Bigger Blacker Badder Mascara. En deze mascara is vrij, nou ja, hoe noem je dat? Vrij volumieus. En ze had hem bij mij opgedaan tijdens het event. En toen had ik wel zoiets van, wow, je moet wel volgens mij oppassen voor spinnenpoten. Maar ik ga hem testen. Ik ben wel heel benieuwd. Het ziet eruit als een heel zacht, heel prettig borsteltje. Maar we zullen zien. Urban Decay is natuurlijk ook niet goedkoop. En mascara's kan je voor een kleiner prijsje ook gewoon van Catrice of Essence of Max Factor halen. Dus het moet dan ook wel echt een goede zijn, wil je er zoveel geld aan uitgeven. En dan heb ik nog een lippenstift. En deze heb ik op het Easy Paris event de dag erna geswatcht. Dit is Turn On. En deze lippenstiften kosten iets meer dan 20 euro. Of nee, rond de 20 euro. Zo vergelijkbaar met een MAC lippenstift. Dus ja, dus dat is helemaal prima prijs. Ja, alsnog is het veel, maar hè, het is geen Chanel of Dior. En ik had hem geswatcht al. Ik kan deze nog niet swatchen. Ik moet er echt eerst even foto's van maken. Hij lijkt me fantastisch. Hij lijkt me heel erg lijken op Estée Lauder Desirable van de Envy lippenstiften.
Deze vind ik wel echt heel top. Het is ook wel een kleur die heel goed bij mij past. Dus dat vind ik wel echt heel erg leuk. Dat was de goodie bag van het Urban Decay event. En dan heb ik hier nog een hele grote verpakking van het Issy Paris event wat daarna plaatsvond. Even de doos fatsoenlijk open doen. En hier zitten allerlei producten in. Ik zal even kijken of ik het fatsoenlijk aan jullie kan laten zien. Kijk, dit is ongeveer wat er allemaal in zit. Ik ga er wat sneller bij langs, maar ik vind het wel heel erg leuk om te laten zien. Want het zijn ook heel veel merken die ik niet ken. Even kijken. We hebben hier de Repetto Paris Eau Florale. Deze vind ik ontzettend lekker. Hij is rond de 50, 60 euro. En hij lijkt heel erg qua geur op de Chanel Chance Eau Tendre. En hij ziet er echt geweldig uit. Voor mij is het een geheel nieuw parfummerk. Wel vrij prijzig, maar hij ruikt ontzettend lekker. Dus hier komt sowieso wel een review van, want de geur bevalt me enorm. En ik vind de verpakking ook wel heel erg mooi. En op dat event kon je een beetje langs alle stands lopen, een beetje als een marktje. En dan kreeg je een beetje wat informatie te horen en dan mocht je producten uitzoeken. En dat werkt gewoon echt heel erg handig. Zo kan je een beetje het product leren kennen en dan kan je meteen ook wat uitzoeken waarvan je denkt, nou dat past bij me of dat kan ik goed reviewen. Ik heb hier de Kirinet Le Rep Exfolie Aureus. Ik heb namelijk de gewone Le Rep Exfolie. En dat is een maskertje. En dat laat je heel even 1 of 2 minuutjes zitten. En dan rul je dat van je gezicht af. En nu hebben ze dus ook een pore scrub. En ik vind zelf Kirinet ontzettend fijn. Ik gebruik het 1, misschien 2 keer in de week. Maar in ieder geval 1 keer in de week. Dus ik ben heel erg benieuwd naar dit product. Deze is ongeveer 30 euro. En al deze producten zijn gewoon verkrijgbaar bij alle Issy's. En sowieso online. Dus hier ga ik een review van maken. Want ik vind altijd wel met producten die wat duurder zijn. Werkt het dan ook echt en is het dan ook wel het echt waard? Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Toen kreeg ik nog van Urban Decay de Naked Skin Beauty Balm. Met SPF 20. Want Urban Decay stond natuurlijk ook op het Issy Paris event. Dat was ook wel logisch. En dit is voor mij een geheel nieuw product. Ik heb het wel eens gezien, maar het is niet zo dat ik er heel bekend mee ben. Het geeft je een zongetinte glow, heb ik begrepen. En het zou iedereen moeten kunnen staan. Ik heb natuurlijk een vrij lichte huid. Ik heb natuurlijk mijn bronzer op. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Volgens mij kost deze iets van 25 euro. Hier komt ook een review van. Dan hebben we een product van Filorga. En dat ken ik alleen qua naam. Dit is de Detox Body Treatment. En dat is een soort foam. Ja, en ik moet heel eerlijk bekennen, Anneloes van Beauty Cloud, met wie ik, laat maar zeggen, de stands afliep, die was helemaal fan van Filorga. Ik vind het zelf vrij prijzig en ik moet zeggen dat ik denk, oké, weet je wel. Dus ik ga het proberen. Ik ben nog niet helemaal verkocht, maar we zullen het merken. Filorga wordt dus ook verkocht bij Issy. Even kijken, dan hebben we natuurlijk Be Creative make-up. En Be Creative, ja dat kennen we eigenlijk allemaal wel. Be Creative is een merk wat mij niet heel snel trekt. Maar ik vind het het is wel een leuk merk. En ze hebben ook wel kwalitatief goede make-up voor een redelijk betaalbaar prijsje. Alsnog grijp ik er niet heel snel naar. Maar ik vond dit paletten, deze kreeg ik en die vond ik ook wel heel tof. Vooral dit kleurtje. Dus misschien kan ik hier wel een review mee maken en een look mee doen. Dat doe ik niet zo heel erg vaak. Ik doe het eigenlijk altijd wel als ik oogschrijf, dus natuurlijk gewoon review. Maar misschien moet ik dat maar weer eens een keertje doen. Volgens mij kost deze iets van een tientje. Dus dat valt natuurlijk nog mee. De meeste mensen pakken dan natuurlijk met een bepaald budget dan naar Sleek. Maar je hebt dan natuurlijk ook Be Creative. Een merk waar ik nu al enorme fan van ben. Ik heb echt 6 geuren mogen ruiken. En dit is Evoca. Deze douchefoams. En ik ben een ontzettende fan van douchefoams. Kosten 7 euro. En met korting van Issy Paris gaat er natuurlijk altijd 10% af. Dus hij kostte 6,20 euro. En dit is de versie Mediterranean Breeze. En ik vond de Turkse versie, Turkish nog wel. Turkish Delight zou ik dan willen zeggen, maar dat zijn de snoepjes. Die vond ik fantastisch. Als in echt, dat gaat mijn nieuwe favoriete geur worden. Dus ik denk dat ik die heel even erbij ga halen en dan een review ga geven. Of alleen wel deze doe. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Dit was mijn nummer 2. Dus ik ben blij dat ik deze in ieder geval meekreeg. De Turkse versie, want ze doen van elk continent, doen ze eigenlijk, of continent slash land, hebben ze dan een geur. En ik vind de prijs ontzettend prima. Ik vind de geuren ontzettend lekker. En ik vind het gewoon een leuk product. Dus dit ga ik zeker reviewen. En ik denk dat dit echt nu al een favoriet gaat worden. Het zijn van die merken waarvan je dan denkt, ja. Dan hebben we Humankind. En Humankind. Het is een merk 100% biologisch, natuurlijk, goed voor het milieu. En ja, dat vind ik zelf wel tof. Ik vind het uiterlijk ontzettend tof. En dit is een product
een wash-off facial cleanser. En deze wash-off facial cleanser komt dus met doekjes. En het is de bedoeling dat je dit dus opdoet, je gezicht hiermee reinigt en daarna het eraf haalt met een doekje. En deze doekjes zorgen er dus voor dat heel je make-up eraf gaat. Dus geen Philips Visapure bij wijze van spreken meer of niet meer met je handen werken, maar hiermee. En nadat je het dan hebt gebruikt, doe je het daarna in de was. En deze doekjes kun je ook apart kopen. Ik vind het, ik weet niet of deze doekjes zullen nooit helemaal schoon blijven. Want op het moment dat je mascara er natuurlijk van afhaalt, het zullen, laat maar zeggen, schone vlekken worden, denk ik dan. Maar het is een apart stofje. Ik ga het testen. Ik ga het ook grondig testen. Ik ga dat ding ook in de was daarna doen om te kijken hoe die eruit ziet en dan weer gebruiken. Ik ben hier wel heel erg benieuwd naar. Dat komt ook omdat het een heel populair merk is en ik vind het er heel erg leuk uitzien. Relatief betaalbaar. Volgens mij was deze iets van 15 euro en twee doekjes apart kostte 6,95. Voor een merk dat helemaal biologisch en natuurlijk en goed voor het milieu en goed voor de mensheid, blablabla. Zijn vrij, altijd vrij prijzig. En deze vind ik dan nog betaalbaar. Maak daarvan wat je wil. Mijn betaalbaar is iemand anders betaalbaar natuurlijk niet. Maar je snapt misschien wat ik bedoel. Philosophy stond er ook. En aangezien ik de Renewed Hope in a Jar aan het testen ben. Fantastisch trouwens. Komt binnenkort een review van. En natuurlijk helemaal fan ben van de Purity. Dacht ik wil een nieuw product proberen. En ik heb hier de Micro Delivery Exfoliating Facial Wash. Een soort scrub voor het gezicht eigenlijk. En deze kost 30 euro. Vind ik aan de man. Dus we gaan hem grondig testen. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Even kijken. Ik ga denk ik. Ik heb hier nog een aantal producten. Maar ik ga het afronden. Dit is de Aqua Hydrating Eye Contour Roller Anti-Fatigue. En dit is een product dat komt van de Issy Paris lijn zelf. Dat is heel betaalbaar. Dan heb je al een reiniging voor 4 euro. Een dagcreme voor een tientje. Ontzettend goed van Issy dat ze dat doen. Dus wel gewoon een goed product. Naar ze zeggen. En dan wel gewoon betaalbaar. Dat heeft Issy goed bedacht. En dit is een eye roller. En de dame die demonstreerde dit bij mij. En het voelde zo verkoelend en fijn aan. Dus ik zou dit zelf nooit helemaal kopen. Omdat ik denk, ja, ik heb het soort van ook niet echt nodig. Maar aan de andere kant, ik vind het wel heel erg lekker. En producten die ik lekker vind, ook al heb ik het niet altijd nodig. Zolang ik het maar lekker vind, denk ik dan. Dus, ik had uiteindelijk ook nog iets meegenomen voor Boris uit Issy Paris Homeline Hair & Body Wash. Ik dacht, ik ben al 2 dagen weg. Hij heeft al 2 dagen alleen moeten eten zonder mijn kookkunsten. Dus ik neem ook even iets voor hem mee. Is hij weer blij, hè? Ook wel zo belangrijk. Een luchtje van Liu Zhou. En deze is iets meer betaalbaar dan de andere versie die ik, de repetta die ik vast had. Deze kost ongeveer 40 euro. En deze is heel zoet. Best wel overweldigend. Ik denk dat ik er een combinatie review van maak met een ander luchtje. Voor mij is dit de naam wel bekend, maar daar houdt het ook wel mee op. Dit was ook de eerste keer dat ik een product rook van Liu Zhou. Dus ik ga hem verder gebruiken om te kijken wat ik er echt van vind. En wat soort van ook mijn tweede gedachte erbij is. En dat was het wel een beetje. Ik heb hier nog een aantal producten van Ioma. Dit is een product Cell Protector en daar zijn zij heel vernieuwend in. En volgens mij is dit een rete duur merk. Dat betekent dat ik het heel grondig ga testen voordat ik er een woord over ga zeggen. Want ik kan niet zomaar iets aanraden van 50 euro of wat is het. En dan weglopen met moet je kopen. Daar doe ik niet aan. Dus we gaan deze Ioma maar eens eventjes goed testen om te kijken of het geld wel waard is. We hebben hier nog de Phenome Regenerating Hand Balm. Vond ik een lekker product, vond ik een prima product. Het is ook natuurlijk en zitten ook geen rare stofjes bij in die meeste mensen niet lekker vinden, parabenen en dergelijke. Dus die. En dan hebben we als laatste de Le Couvent de Minime. Het is een heel leuk vrolijk merk met een hele leuke verpakking. En dit is een product en dat is een soort splash heb ik begrepen. En dat kost 15 euro dacht ik. En dit is met munt en citroen en bergamot en musk. Het is een hele leuke combinatie van kruidig en fris tegelijkertijd. En een non-combi die ik heel erg lekker vind. Dus dan doe je het er gewoon zo in en kan je lekker spuiten. Ik spuit dit soort dingen vaak op mijn lichaam of op mijn kleding of op mijn beddengoed of op de nieuwe was of zo. Dat vind ik zelf altijd heel erg lekker. Dus en het staat denk ik wel leuk achter mij op het kastje. Dus, dat was het een beetje. Ik hoop dat je het leuk vond om deze kletsvideo en laat zien video zien. Ik denk dat van 70%, 80% van de producten komt een review. En van sommige, weet je, van zo'n naked palet is een beetje mosterd naar de maaltijd, denk ik. Ik kan er misschien nog wel een keertje wat over zeggen. Maar een review, ik weet niet of dat komt. Want ik heb het idee dat dat echt te veel mosterd naar de maaltijd is. Dus, dankjewel voor het kijken. Ik zal proberen weer gewoon regelmatig te uploaden. Mijn excuses nogmaals. Ik zou het super tof vinden als je zou willen abonneren. We zijn over de 9000 heen. Jee, of we. Ik ben over de 9000 heen.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.